kan ik me niet inhouden. En te figureren. Ja. Ga ik even klinisch en even af. Ja, doe ik leuk. Ik ga met je weer kijken. Mager? Ja, wel mager, ja. Oh, brood mager. Jongen, van dit jaar, vorig jaar, het gezicht, ja. Dat was weer wel. Ik zie de oren. Het is wel wakker. Ja, mooie kaken. Nou ja, broodmaag is ook niet. Hij is gewoon atletisch. Nou, voor de rest ziet hij er wel goed uit, hoor. Ik wil hem niet aan zeggen. Ook geen wonden. Nee. Leg hem even over de rug, maar kom. Ja. Wat teken bij de ogen. Ja, dat is wel niks geweest. Nou, hij is lekker weg. Ik maak ook even een foto, anders gelooft mevrouw niet dat ik altijd aan het werk ben. Ik kan als je in de zes hebt, kan ik de foto's van mij ook doorzoeken. Oh ja, doe maar. En toch, kunnen jullie dan ook zien, dat vind ik zelf interessant, waar die dan hier ergens zeg maar over... Heeft die rond hier aan de achterkant? Waar die plek is? Waar die er overheen gekomen is, ah, die kan er echt overal overheen. Ja? Ja, nee, dat is een beetje, weet het... irritatie van... Oh nee, dit is wat smetterij ja. Van zijn ballen. Oké. Okay. Ja. Hij heeft niet eens grote ballen hoor. Als je dat vergelijkt met een grote hond, dan heeft hij niet een grote... Ik zet de oren recht langs. Als je een traféman bent, maar... Eigenlijk voor het beste zeg maar, dat we nog niet meer, niks meer praten. Echt, nou, we tellen die kant op een kantoor. Ik zet de eerste oren voor. Ja. Ik zal de schuur open doen. Hij kan zo wel op. Ik zal de schuur... Ja, doe met de schuur open. Ja, maar die pakt ze. Ja, sorry. Ah, we tellen er zo in, joh. Hij springt niet op. Hij loopt niet mee. Ik leg even die pijlen. Ja, maar hij is leuk. Ja, die moet ik wel zo meenemen. Ik loop een beetje meer met de pijl. Oh, doe nog maar.